vanuit het hart van Westerwolde. Dit is GNA Media Nieuws. Vrijdagavond 23 december werd de eerste Tanger Tractor Tour en Lichttocht georganiseerd. Om even de zorgen over alles wat er op dit moment speelt te vergeten, bracht 79 landbouwvoertuigen en een paar vrachtwagens met hun bestuurders die avond wat sfeer in Alteveer, Holte en Onstwedde. Dit werd door Elise Hageman in samenwerking met het Tanger Tapje en Strakmeijer Containerverhuur georganiseerd. De route startte rond 6:30 vanuit Tanger richting Alteveer. Vervolgens reden ze door Holte en Onstwedde. Vele toeschouwers stonden langs de route en die genoten van de liggers en bezieringen. Deze eerste opdracht was ondanks het regenachtige weer een groot succes en krijgt het volgend jaar een vervolg. GNA Media voor al uw videoproducties.